De watertechnische installatie hier bij Bekenkamp is een zeer uitgebreide installatie. In het bedrijf liggen in feite twee compleet onafhankelijke watersystemen. Zo is er een watersysteem voor de breeding en een watersysteem voor de elite. Deze waterstromen zijn compleet gescheiden vanaf het moment dat de stromen het bedrijf binnenkomen tot aan het moment dat de stromen het bedrijf weer uitgaan. De kas is opgedeeld in 28 afdelingen met daarin verschillende watergevinstallaties. Zo zijn er 5 afdelingen met een eb-vloedinstallatie op betonvloeren, 14 afdelingen met een eb-vloedinstallatie op tafels en 9 afdelingen met een druppelinstallatie op tafels. Daarnaast hangt er boven alle eb-vloedafdelingen een bovenberegeningsinstallatie. Alle druppelafdelingen zijn voorzien van een hoge druk nevelinstallatie. En alle afdelingen zijn ook nog voorzien van een dubbel uitgevoerde handgietinstallatie. Om alle verschillende watertechnische installaties van water te voorzien, heeft Royal Brinkman onder andere een eb-vloedunit, 2 handgietunits, 2 mengbakunits en 3 pompunits geïnstalleerd. Doordat wij zelf alle pompsets ontwikkelen, ontwerpen en opbouwen, zijn deze exact op maat gemaakt naar de wensen van Bekenkamp. Door de variatie in alle verschillende installaties is een watertechnisch hoogstandje gerealiseerd waar we echt trots op zijn. Tevens is aan het hygiëneprotocol veel aandacht besteed. Zo kiest Bekenkamp voor het compleet ontsmetten van alle waterstromen met UV-ontsmetting. Zowel het retourwater als het schone water wordt geheel behandeld. Daarnaast wordt zowel het water voor de elite als voor de breeding verrijkt met zuurstof door 2 molair nanobubbelinstallaties. Er zijn verschillende doseerinstallaties aanwezig voor het meegeven van diverse middelen om een optimale waterkwaliteit te kunnen waarborgen. Om vervuiling van het systeem te voorkomen, wordt er in deze installatie gebruik gemaakt van verschillende filtratietechnieken.